Yes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Woodroo. We zijn weer terug met nieuwe video's en met niemand anders dan Tim Hofman. Hallo. Het heeft eventjes geduurd, toch staan we hier in de gym. Drukke agenda's, veel dingen die er tussendoor kwamen. Maar toch staan we hier in de Vondel Gym, Zuidas, van oma Arie. Hartstikke leuk. Van oma Arie, van oma Arie. De meeste mensen die kennen jou tegenwoordig met het programma Boos over mijn lijf. Ja. Ik ken jou met name van Spuiten en Slikken. Oh, van way back nog? Ja, niet van Spuiten en Slikken, nee, maar van het tv-programma Spuiten en Slikken. Toen was ik bijvoorbeeld 20 kilo lichter. 20 kilo lichter. Wat ik zo mooi vind aan jou, ik vind jou echt mega sterk. En vooral in wat je laat zien met de beenoefeningen van ja. Die je doet. Nou, je laat het niet heel veel zien op social media. Nee. Eigenlijk niet. Ja, het is meer voor mijzelf dan voor de buitenwereld, ja. Maar ik neem het wel bloedserieus. Ik ben hier heel serieus in. Het is echt een belangrijk deel van mijn leven. Is het sporten dan voor jou ook een soort van uitlaatklep voor het drukke leven van wat je er omheen hebt? Ja, 100%. En dat is fysiek, dus dat doet de spanning er even uit. En mijn lichaam bezig zijn, maar ook mentaal. Ik kan niet zonder, joh. Nee. En sterker nog, ik plan echt voor een week ook voor een deel om de trainingen heen. Ja, mooi. Ja. Wat train je per week dan? Altijd 3 keer. 2 upper body trainingen. Dus een press en een pull. En 1 lower body training en dan achter 1 van de upper trainingen doe ik nog wat lower body werk. En vandaag doen we lower. Benen eventjes knallen. Ja, benen en alles hier dus. Jij vertelde me net, volgens mij gaat hij op 160 kilo squat doen of zo, toch? Nou, ja, we zitten nu in een run met zo'n safety bar squat. We hadden 2 weken terug 5x160. 5x160, lekker. En we trainen onder begeleiding van personal trainer van Tim. Wij trainen 1-2 keer per week. Nogmaals, heel serieus. 5x160 moest nu volgens mij gaan gebeuren. Oh, dan gaan we, 5x175,5 hadden we. Ja. Nou, dan moeten we even kijken hoe ver we komen vandaag. Dit is het allerleukste voor mij. Ik lekker meedoen? Ja. Kom lekker meekijken, jongens. Nou ja, je wilt natuurlijk wel genoeg stappen doen om je lichaam voor te bereiden op zo'n zwaar gewicht. Want als je in 1 keer die 160 pakt, dan voelt het alsof je verpletterd gaat worden. Tegelijkertijd kan ook niet zoveel stappen dat je moe bent natuurlijk wanneer je dat zwaarste gewicht moet doen. Nu in eerste instantie hier wat snellere stappen en als je in de buurt van het gewicht wat je ongeveer wilt tillen, dan wat kleinere stappen. Ja, echt favoriete benenoefening. Ja, normale squat. Of leg extension. Die doe ik nooit zoveel. Doordat ik dan alleen quads hoef te gebruiken. Weet je wat ik ook vet vind? Hoe heet die nou? Bulgarian split squat. Daar kan ik heel erg op mijn quads hangen. Ja. En dan zit mijn rug niet in de weg. En dat is vaak mijn zwakke punt bij een squat. Ik kan er dan, wat deden we dan? 620 per been of zo, weet je wel. Dat is echt lekker, want dan voel ik het helemaal zuur worden. Ja. Dat heb ik bij een squat vaak niet. Eerder ben ik hiermee bezig. Houd deze het wel. Dus dat is denk ik mijn favoriet. Maar dit is juist goed. En hoe laat jij jezelf op voor een zware lift? Ja, rust en stilte eigenlijk. Ik train ook zonder muziek doorgaans. Jij vroeg aan het begin, ben je scoopy of zo? Dat soort dingen, allemaal niet. Ja. Ik moet eerder altijd teruggefloten worden, ook door mijn trainer. Van, even kalm nou, weet je wel. Blijf ademen en denk, oké, rustig. Ja, en ik hoef niet 10 kilo bij hem. 2,5 is goed deze week. Ik probeer me altijd wel te motiveren gewoon met bepaalde emoties of zo, zeg maar. Dan probeer ik me wel een beetje op te laden. Dat vormt zich wel een beetje door wat je meemaakt of zo. Ja. In het verleden of in het heden. Ja. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk in te kapselen. En dan eigenlijk tot de explosie te laten komen. Gewoon in een lift. Snap ik ook, ja. Dat motiveert mij dan wel weer heel erg. Doe je dat vandaag ook? Ja, het is moeilijker met de camera erbij, zeg maar. We gaan kijken hoe ver we gaan komen. Schrijf erbij hangen weer. Wat hangt er nou nu aan? Dit zou 110 zijn, maar deze stang weegt dus 32 kilo. Dus we hebben 122 kilo om hem mooi af te ronden. Vorige week hebben we hem naar het laatste clipje gebracht. Ja, het bulk gaat goed. Want hoeveel weeg je? Tussen de 90 en 92 kilo nu. En wat is het doel? 94. Maar wel best droog. Jij hebt er wel beukers. Heel veel respect voor, maar dat hoeft ze mij ook niet. Maar ik wil ook niet te veel vet. Maar dat is het ook, hè? Je moet gewoon doen waar je goed bij voelt. Ja. Wat op het plaatje staat, nou dat wil ik worden of zo. Maar meer puur vanuit je eigen. Nee, ik train ook niet voor esthetiek verder. Nee. Dus als ik in de spiegel kijk, denk ik, ja, een goede arm of zo. Dat vind ik wel leuk om te voelen, maar ik heb dat al een tijdje gedaan en dat hield ik mentaal niet vol. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk kracht kunnen genereren. Let's go! Wat
Wat wordt jouw volgende dag? Welke smaakjes hebben we allemaal? 25 schijf. Tot die 70% ongeveer. Dan kan je gewoon aan andere dingen denken. Aan de boodschappen, welke film je kijkt. Op Netflix. Even kijken. Ik moet wel 1 kilo aardappel hebben nog. En dan pak ik 130 kilo en dan zit ik hier en dan moet er nog 20, 30 bij, weet je wel. Dan is de truc om hier te denken, nee maar wacht even. Ja. Wacht even, je kan echt wel meer hebben. Ik vind het een heel mentaal spel altijd. Eigenlijk de helft van het werk voor mij, moet ik zeggen. Daar zelfverzekerd onder staan, dan gaat het worden. Dit altijd zo'n kernpunt in de week. Dat drukke werkweek, privé speelt iets of zo. En dan hier moet ik dus mijn hoofd klaar gaan maken voor. Ik moet alles opzij zetten nu. En daarom zei ik, ik zoek altijd een beetje zo hier een soort stilte op. Is het echt de bar tegen mij, weet je wel? Maar het mooie is, op een gegeven moment dan moet hij wel omhoog. Ja. Er is gewoon geen andere keuze. Nee. Dus de enige weg is omhoog. Ja. Afloop. Break. Left. Deep. Wat was de aanleiding voor jou om voor het eerst te gaan gymmen? Nou, ben ik hier aangereden door een auto. Ik heb allemaal schroeven in mijn arm zitten. Deze spier, kopspier, die heb ik hier niet. Die is zo groot, die is letterlijk 1,5 centimeter. En ik dacht van ja, ik wil wel een soort van mijn lichaam terug hebben. Zo, die man heeft mij zin gereden. Ik had dat het weer van mij is. En toen ben ik eigenlijk serieus gaan trainen. Toen zei Ari, je moet Brian hebben. Brian is een bewegingswetenschapper, die kan een college geven. Dat zijn we in de zomer van 18 gaan doen. Heel staag, conservatief, maar wel heel consistent. Dat doen we nu nog steeds. Je hebt ook een stukje zelfvertrouwen in je eigen kunnen van je eigen lijf. Ja, ook dat. En dat moest ik echt weer terug. Dat was ik ook een beetje kwijt. Als je arm het niet doet en ik kom glazer, dan denk je van ja, wat is dat dan waard? Nu is het weer van mij. Daar is die strijd op leven en dood. En kijk eens van wat voor schijf er allemaal hangen, joh. Ja, we gaan 162 kilo doen. Kijk hoe we komen. Brace. Let's. Brace. Let's. Yes. Good. Nice. Good. Brace. Just up. Dat is het mooie van deze stang. Hij ziet er altijd heel vriendelijk uit met dat kussentje. Hè? Lekker comfortabel. Ja, maar je moet veel harder werken vanuit je bovenrug om te strekken. Nou, nu de rest van de set nog. Ja, ben je nog bezig met nieuwe series of programma's? Ja, dus over mijn lijkkomst 2020 en Boos, maak ik natuurlijk 40 per jaar. En ik schrijf een boek. Een boek over jezelf? Of een boek over bepaalde onderwerpen? Het gaat meer over de maatschappij en persoonlijke noten in, zodat je weet dat het mensen schrijft en niet een robot, zeg maar. Ik ben daar natuurlijk veel mee bezig, sociale constructen, al dat. Pak de macht, dat was ook een onderdeel van, toch? Ja, dus het gaat veel over machtsstructuren eigenlijk. En ook sociaal gezien, dat is echt heel boeiend, vind ik het zelf. Ja. Dus dat ben ik eigenlijk, dat zijn drie best wel grote projecten. Wel mooi om een boek te schrijven. Het werkt voor mij heel erg therapeutisch, ook. Ja. Dat je eventjes gewoon helemaal op jezelf bent, met je laptopje even lekker in en weer. Zoals dit je dwingt om je lichaam aan het werk te zetten, heb ik bij schrijven heel erg. Dat dwingt mij om over vraagstukken na te denken en het scherpste uit mijn brein te halen. Wanneer moet het boek af zijn? Ja, dat moet einde zomer af zijn en ik denk dat het begin 24 uitkomt. Hoe lang ben je bezig per dag met je werk? Als ik het netto bekijk, dan is de krant lezen voor mij ook werk. Social media is werk, programma's maken is werk, boekschrijven is werk, de schrijvers columns, die gaan met mijn talkshow. Vorig jaar pakte ik gerust 70, 80 uur per week. Dat wil ik nu niet meer eventjes, dat is gewoon niet goed voor. Dus 50, 60 uur per week, dan probeer ik dat wel wat daarmee gedaan is. Voornamelijk kijk ik, wat doet mijn lichaam? Ik merk het goed in de gym. Als ik veel te veel werk, dan krijg ik dus glazen met pezen. Dan slaap ik te weinig. Dat is een hele goede indicator eigenlijk. Gaan we naar de volgende oefening? Ja, man. Daar moest ik even van bij komen. Ja,
Met je serie Boos, daar ga je natuurlijk ook wel goed de confrontatie aan met de mensen. Heeft krachtsport je nou daarbij ook wat zelfverzekerder gemaakt om dat soort confrontaties aan te gaan? 100%. En ik ben een keer in 2017 kaken met een fandjesbaas. Ik bak mijn kaken, dat bleek later in Whiplash en zo. Eigenlijk hetzelfde als met die auto. Dus ik dacht, fuck it, ik wil dat het weer van mij wordt. En ik moet zeggen, ook bij confrontaties, als iemand zegt, deur je van de trap, kom dan. Ik zou nooit vechten, ik haat het. Maar pas ook was een man en die gaat dan samen zitten en duwen trekken. Al deed ik hetzelfde werk toen 20 kilo minder nog. Je hebt wel gelijk, maakt mij wel iets zelfverzekerder. Ik zeg dat ik zou nooit fysiek worden. Maar als iemand dat bij mij wordt, is het wel prettig. Dan wat kilo's eraan heb zitten. Ben je altijd zo geweest? Omdat je altijd wel de confrontatie aan durft te gaan? Nee. Of is dat zo'n beetje gegroeid? Ja, daar groei je ook wel in. Zeg maar. Ja. Ik weet nog de eerste paar keer dat ik de grens ook ging voor mezelf. Je stelt een moeilijke vraag. Je loopt zo'n pand binnen. Je rent iemand achterna. Of je gaat voor een auto staan. Ik doe dit 7 jaar. Ik heb er 300 gemaakt of zo. En daar word je zelfverzekerd. Maar daar helpt dit dus wel echt bij. Ja. Mentaal sterk, hè? Ja. Enkele. Hij is ook stoer in de rij hoor. Ik bench 100 kilo, daar krijg ik niks aan. Het apparaat ook begint te klapperen en te kiepen, dat hij gewoon bijna omvalt, want het duurt gewoon te veel gewicht aan één kant. Deze Mijn benen zijn helemaal kapot. Morgen traplopen is niet bij hoor. Nee, top, top. Maar dat vind ik wel heerlijk om even gewoon helemaal kapot te gaan. Anders is voor mij een workout niet echt geslaagd. Het moet wel een beetje grens zijn. Hè? Dit was zeker geslaagd. Okay, ja. Vind ik leuk te horen. Ja. Ik vind het echt mooi om te zien om even een kijkje genomen te hebben in de keuken voor jouw gym. Welke oefening jij allemaal doet. Weer sterk, Tim, man. Dat was ontzettend leuk. Hartstikke gezellig ook. Dank daarvoor. Volgende keer bij jou. Volgende keer bij mij.